Voor mijn hersenletsel was ik financieel adviseur. Dat kan nu niet meer. Marleen helpt mij specifiek bij het accepteren en het verwerkingsproces. Ik ben Marleen Abe, ik ben GZ-psycholoog bij Intracontour. Mijn achtergrond is neuropsycholoog en ik werk bij het behandelteam hier in Zwolle op de behandellocatie van het team Midden. Als regiebehandelaar ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de behandeltrajecten die hier op de locatie worden geboden. En dat doe ik inmiddels interdisciplinair overleg, waarin we goed kijken van goh, is dat wat we met de cliënt hebben afgesproken nog steeds waar we aan werken? En is dit het maximale wat we voor iemand kunnen doen? Wij volgen hier het behandelprogramma van Hersense. Dat is een programma wat ontwikkeld is om uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen met niet aangeboren hersenletsel op een hoger plan te krijgen. Dus mensen komen vanuit het ziekenhuis, gaan vaak revalideren en op het moment dat ze thuiskomen, dan begint het leven eigenlijk pas. Dat is hoe wij daarnaar kijken. En dat betekent niet dat je alle vaardigheden al hebt geleerd die je nodig hebt om je leven weer opnieuw vorm te geven. Ik word er niet meer zelf willen en dat ga ik het niet meer doen. Waar Jan eigenlijk mee binnenkwam was met durf ik voor mezelf te gaan uitspreken dat ik niet aangeboren hersenletsel heb. Eigenlijk zijn we heel klein begonnen en dat heeft uiteindelijk een proces in werking gezet waardoor die uiteindelijk ook gewoon hardop zei ja, ik ben Jan en ik heb niet aangeboren hersenletsel. Wat ik het belangrijkste vind is, ik denk ook voornamelijk het contact blijven houden, de verbinding zoeken met collega's. Ik denk dat daar een hele grote kwaliteit ligt. Want je ziet gewoon dat je door heel goed samen te werken en heel veel met elkaar te overleggen en in het voordeel van de cliënt, dat je uiteindelijk hele mooie resultaten haalt. Ik heb me wel eens afgevraagd, wat maakt dat ik hier nu nog steeds ben? En ik denk dat het komt omdat de werksfeer altijd heel goed is geweest en nog steeds is. En dat er altijd ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. En dat maakt het nog steeds heel erg leuk.